moet ingaan op dit aspect. Want dit is eigenlijk een heel bekende paal die voor mij sterk staat, waardoor ik veel minder moeite heb met transgenders en geslachtsoperaties. Omdat ik die nadruk ook leg op zonde en gebrokenheid. Gebrokenheid, ik herken dat. En dus na de zondeval zit er een onvolmaaktheid in ons allemaal ingebakken. Niet omdat wij iets hebben misdaan, wij persoonlijk voor alle duidelijkheid. Maar het is gewoon de gevolgen van wat er mis is gegaan. In Genesis 3, in Genesis 2 eigenlijk al. Ziekte, verdriet, honger, dood, vroeg sterven, al dat soort ellende. Daar zijn wij, ja, ik wil niet zeggen slachtoffer, want klinkt het ook alsof we het allemaal... Nee, hè, maar daar zijn we wel, hebben we de gevolgen van te dragen. Ja, we hebben gebeten in de kennisboom en we hebben kennis gekregen van het goede, dat is handig. Maar ook kennis van het slechte, en dat is minder handig. Hè. We hebben dat echt mogen en we ervaren dat nog steeds. En als je daarmee rekening houdt dat een mens in een gebroken schepping leeft, dan moet je ook erkennen dat die relatie van dat hart en die dingen eromheen, dat dat ook een breuk kan krijgen. En dus daar moet je niet geringschattend over doen. Het is te begrijpen vanuit die gebrokenheid dat mensen een haat hebben tegen hun eigen lichaam. Dat ze ook misschien een haat hebben tegen hun eigen gevoelens. Ik bedoel, ik ken mensen die het echt niet leuk vinden als de winter er weer komt. Want dan zitten ze weer met hele diepe depressies. Dat doet iets met hen. Die willen daar vanaf. Dat zijn christenen, die bidden, die smeken. En die zijn blij als er medicamenten zijn die hen daarin kunnen helpen. Maar dus in dit geval bij transgenders haat je je eigen lichaam. Je vindt het moeilijk om daarnaar te kijken. En dan moet je dus niet afdoen als aanstellerij. Of je moet je daar maar tegen verzetten. Of dat gaat wel over met de tijd. Nee, dat gaat niet over. Of wat je ook vaak hoort, je moet maar veel bidden. En de Heer vragen of hij jou verandert. Heb je al genoeg gebeden? Heb je nog een tweede probleem eigenlijk erbij? Hè? Want je ziet alleen maar met het kernprobleem, maar je hebt dan ook een schuldprobleem dat God niet voor je zorgt. Dat je denkt van, oei, ik ben verkeerd bezig. Ik kom niet meer in de hemel. Jezus ziet mij niet meer graag. Het zijn allemaal zeer slechte reacties. Aan de ene kant wordt er vaak geroepen van, je moet het uiterlijk veranderen. En dan zegt men van, ja, want is dat niet hetzelfde als iemand die met een beperking is geboren? Ook daar kun je situaties tegenkomen waar je zegt van, oké, iemand heeft een hele grote moedervlek in zijn gezicht, vanaf de geboorte. Mag dat weggehaald worden? Of moet je maar leren daarmee te leven? Kun je begrijpen dat mensen zeggen, ik wil dat niet? Kun je begrijpen dat mensen zeggen op een bepaald moment van, ja, doe dat maar. Maar dan zullen anderen zeggen, ja, maar dat mag niet, want je gaat je lichaam snijden. Ja, maar wacht even, je hebt ook oorbellen, hè? Je prikt er ook doorheen, hè? Dus wat dat betreft doe je dat ook. Wanneer mag dat? En dan denk ik dat heel veel mensen daar verschillend op zullen reageren. Bij de ene is dat nee, bij de andere is dat ja. Ik heb hier een ander voorbeeld. Een vrouw die allerlei rug- en nekklachten heeft, omdat ze te zware borsten heeft. Mag men daar opereren? Mag men dat doen? Klinkt dat daar begrip als zij die borsten laat verkleinen? En als ik aan een transgender denk, denk ik, wauw, hier heeft de gebrokenheid zo diep doorgewerkt. Dat moet ik niet nog een keer optrappen. Ja, bij jou zie je heel duidelijk die gebrokenheid, bij 99,5%, hè, dat was dat getal van het begin, zien we dat veel minder. En dan zien we die gevolgen van die gebrokenheid veel minder krachtig, veel minder ingrijpend. En dus als je daar rekening mee houdt met die gebrokenheid van de schepping, dan zeg je van, ja, inderdaad, oké, we moeten nog overleggen, maar waarom niet? Waarom niet? Als jij keuze maakt om in transitie te gaan, kan ik dat plaatsen? Ik vind het moeilijk, ik vind het lastig, moet eraan wennen, maar ik kan het plaatsen. De andere keuze is de tweede keuze, volharding. Hoor je ook heel veel in christelijke kringen. Ja, van, verander maar aan de binnenkant, leren te accepteren dat je zo bent. En dan wordt er dus gezegd, van, je moet meer vertrouwen op God. Dichter bij God zijn. Meer bidden. Nabijheid van God zoeken. Volharden. Geduld. Geduld hebben. Moed hebben om op die manier door het leven te gaan. Om de situatie onder ogen te zien.
En hopen op Gods toekomst. God gaat ingrijpen straks. Waar er geen transgender meer zal bestaan. Genderdysforie zal bestaan. Ja, dus het probleem zal worden opgehoven. Probleem is dat dat best wel makkelijk gezegd is. Zo van, ja, je moet dan maar volharden. Maar doe dat maar een keer. Zo'n transgender moet het lijden in zijn eigen leven continu onder ogen zien. En niemand van ons zou dat zeggen tegen een blinde of een verlamde. Zou niet zeggen van, ja, je moet dat maar aanvaarden, volhard maar. Hier zie je christelijke getuigenissen. En ik ga er altijd vanuit dat die niet bedoeld zijn om mij te manipuleren, maar om mij te inspireren. Van, hey, dit is hoe ik mij voel. Ik bad vaak om dit verlangen weg te nemen. Of als meisje wakker te worden. Maar elke ochtend werd ik wakker en was er niets veranderd. De erkenning van de beperkingen in ons leven is daarin heel belangrijk. We hebben het ook met corona gedaan, hè? Coronavirus, wow, heel de wereld lag plat. En dat was niet makkelijk voor ons allemaal, niet? Vaccinatie. Heel veel mensen hebben zich laten vaccineren. Dat was ook een beetje een discussie in de gemeente, wel of niet? Ja, ja, maar ze hebben het wel heel snel ontwikkeld. Hè? Ze hebben wel heel grote prioriteit aangegeven. En het was nog niet meteen na 2 maanden voorbij. Hè? Het was toch wel een hele lange tijd dat we door zo'n fase gingen. Het was niet makkelijk daarmee geconfronteerd te worden. Maar het is goed dat we hebben gezegd van, wow, zo'n virus maakt heel veel slachtoffers. We willen dat niet zomaar zijn gang laten gaan. Hier moeten we niet zeggen, wij volharden en wij bidden. Nee, hier moeten we zoeken naar oplossingen. En men heeft samen gezocht, zo goed en zo minder goed als men kon, want dat is niet altijd makkelijk, dat snap je ook wel, naar een uitweg hieruit. En ik ben blij dat we er eigenlijk zo'n beetje vanaf lijken. Ja, tenminste, die indruk heb ik. Of krijgen we weer een paasvakantie van 3 weken? Ja. Maar dus het volmaakte komt alleen als Christus komt. Toen Jezus zelf werd opgenomen in de hemel, ten hemel voer, waren er nog steeds zieken. Was er nog steeds die gebrokenheid aanwezig. En de apostelen ontfermden zich over de mensen. Het evangelie riep hen op om anderen lief te hebben. Zich te ontfermen over de verdrukte en de zwakkere. En te zeggen tegen die zwakkere, je hoeft het gebrokene in je leven nooit te accepteren. Je mag dat niet accepteren van zo heeft God mij bedoeld. Mag je nooit tegen een verlamde zeggen, nooit tegen een blinde zeggen, nooit tegen een transgender zeggen. Je bent een slachtoffer van die grote gebrokenheid. En je kent die levenslange strijd. Dat dagelijks worstelen met God. In gebed om verlost te worden uit deze vreselijke situatie. Functionele argumenten heb ik nog toegevoegd. Omdat ik deze week een artikel tegenkwam vanuit de katholieke kerk. En zij zeggen, wij zijn tegen transgender veranderingen. Omdat de functies worden weggenomen. En dat heeft dus te maken met het huwelijk, want het huwelijk is een sacrament. Dat is heel belangrijk in de Rooms-Katholieke traditie. Oftewel het huwelijk, oftewel priesterwijding. Dus dat huwelijk dien je te omarmen als mens, om je verlossing zelfs te krijgen. Anders was het geen sacrament trouwens, wordt sacramenteel opgevat. En ja, dat huwelijk dient binnen de Rooms-Katholieke traditie niet om een per se plezier te hebben. Dat is een bijkomstigheid, een hooglied. Maar om echt kindjes te maken. En vandaar dus dat de benadering ook heel sterk daarop wijst. En dan wordt er gezegd, kijk, veranderingen van transgender kan niet, want daarmee maak je de mogelijkheid tot een huwelijk zeer complex. En dat is niet de bedoeling, het huwelijk is een sacrament, daar moet je voor kiezen als persoon. Dus ga je niet in die richting, want je kunt je niet meer voortplanten. Je maakt je lichaam eigenlijk kapot. Je maakt een gezond lichaam kapot. En vandaar zeggen wij als Rooms-Katholieke theologen, het is niet de wil van God om in die richting te gaan van transitie. Ik vraag me af wat dan, maar dat stond niet in een artikel, of je dan toevallig kunt kiezen voor de priesterwijding, maar ook dat zou waarschijnlijk moeilijk liggen. Hier heb je dus opnieuw weer heel sterk die nadruk, zo is de natuur, zo ben je, en dan verlossing, ja, moet het accepteren. Is een andere benadering, zoals ik al zei, van de natuur die God geschapen heeft, de zondeval, het besef van het kwaad dat heel veel impact heeft. En dan te zeggen van, oké, ook jij bent het slachtoffer van het kwaad en ik begrijp dat je dat kwaad wil overwinnen door in transitie te gaan. Begrijp je? Dat element van het kwaad zit er bij ons veel sterker in. Het andere stuk in dat artikel zei van, transgender heeft puur te maken met cultuur. Het is een cultureel verschijnsel.
Het heeft ermee te maken dat wij ons op dit moment graag in rokjes kleden als vrouw. En als we dat niet zouden doen, dan zouden transgenders geen problemen hebben. Transgenders willen gewoon een andere cultuur hebben. Dus als die bijvoorbeeld naar Schotland zouden verhuizen, waar de mannen in rokjes rondrennen, op sommige momenten, dan zouden ze zich daar helemaal thuis voelen. Dat is de logica achter dat stuk. En dan wordt er dus gezegd van, oké, maak dat dus niet te groot. Het is eigenlijk een sociologisch probleem. Gender is de identiteit en uitdrukking van iemands seksuele identiteit en dit drukt zich uit in sociale verwachtingen. En in dit geval zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen niets anders dan culturele constructies. Een mens neemt dan een rol aan, jij bent een man, dus jij doet dat soort kleren aan. En dan ga je acteren als het ware, omdat iedereen wil dat je in die rol thuis hoort. Jij bent een vrouw, dus dan neem je die rol aan en dan kijk je op 5 TV en dan beginnen de tranen te rollen. Zo ga je acteren, want dat is wat de samenleving van je verlangt. Ikzelf vind dat iets te kort door de bocht, moet ik toegeven. Toen ik dat las, dacht ik van, volgens mij gaat het toch wat verder dan dit. Dus ik was daar niet helemaal tevreden mee. Maar ik wilde die twee functionele argumenten wel noemen, die hierboven komen vanuit zonde en gebrokenheid.